ruikt de oudejaarsdag en de geur van oliebollen in je neus. Dan kan het eigenlijk niet meer misgaan. Henk Brouwer, jij bent echt iemand die nog op de ouderwetse manier oliebollen bakt, hè? Ja, ik ben de vierde generatie in het oliebollenvak. Vanaf eind 1800 zijn we begonnen ermee. En we bakken nog origineel met een lepeltje, dus niet met een ijsknijper. En, waar, is dat beter met een lepeltje? Nou, we proberen zo'n luchtig mogelijke oliebollen te produceren eigenlijk, hè. En hij wordt luchtiger als je het met een lepeltje? Ja, ja, zeer zeker. Ja. Want niks is zo moeilijk als luchtige oliebollen bakken, hè? Dat is het probleem voor de meeste huisvrouwen. Ja, ja. Ja, als ik ze maak zijn het meestal ongeveer betonnen ballen. Stuitenballen. En ik heb de jouwe geproefd en die zijn heerlijk. Rita kan er ook wat van, want die stuurde ons een recept van haar oliebollen die heel bijzonder zijn. Wat is er zo bijzonder aan jouw oliebollen? Nou, dat is een recept van een hele oude banketbakker die overleden is. Oud-Hooglandse oliebollen. Ja. En wat zit er dan bijzonder in wat er in andere oliebollen niet zit? Appel en citroensap en rozijnen en krenten. En ook wat plantaardige margine om ze wat smeuiger te houden. Zijn na een paar dagen nog lekker. Kijk, dat is heel belangrijk natuurlijk. Mag zij misschien in jouw vet oliebollen bakken en dan kan jij ze keuren? En zeggen wat jij ervan vindt. Doen we. En kom jij dan aan het eind van de uitzending ons allemaal gezellig een oliebol geven? Nou, zeker. Ja? Ja, tracteer, dat doe ik graag. Appelflap mag er ook bij hoor, wat mij betreft. Oké, nou, en we hebben nog heel veel verrassingen voor u in petto. Dus we gaan verder gauw. Dat ziet er heel erg feestelijk uit. Leuk om zo de studio binnen te komen. Ik weet niet of u het heeft kunnen zien daar van achter, maar er staat hier een enorme stellage champagneglazen. Champagne coupes eigenlijk. Hè? En dat zijn dat ben ik aan het opbouwen als een toren. Als zijn een toren van, nou toch zeker wel een 190, 199 glazen die erin gebouwd worden. En we hebben hier publiek van 150 mensen. Ja. En dan gaan we dus proberen dat helemaal op te bouwen. En dan is de bedoeling dat je van bovenaf schenkt en dan worden alle glazen vol, hè? Ja, en dan in een mooie roze kleur. Kijk, zo mag ik het graag horen. Ik heb nog één maar daarbij. Als vanuit mijn vak wegen, vanuit het vak sommelier, is een coupe niet het ideale glas voor champagne. En moet eigenlijk in een fluit, hè? Eigenlijk in een fluit. Ja, dat is zo'n langwerperglas. Vanuit de oud-Engelse butlerschool werd dus de champagne in de coupe geschonken om de meester gelijk van dienst te kunnen zijn. Oh, ja. En dat zegt Jos Ernst. En hij is wijnmeester en sommelier. En dat is iemand die dus heel veel verstand van wijn heeft. Nou, volgens mij gaat dat straks ontzettend lekker smaken, Jos. En dan gaan wij intussen door met de uitzending. Want omdat het natuurlijk de laatste dag van het jaar is, zijn er heel veel mensen in Nederland die goede voornemens hebben. En de oliebollen, de champagne hebben ze al gehad. Vuurwerk komt straks. Hoort allemaal bij het nieuwe jaar. Nou, die goede voornemens, daar gaan we het vandaag over hebben in de, overigens let op, 289ste uitzending. Goed, ja. Nou, Ronald Kroon is bij ons. En Ronald, jij weet eigenlijk al sinds 1989 dat jij ziek bent, hè? Je bent... Nou, op de nominatie sta om ziek te zijn. Ja, want je bent HIV besmet, je hebt AIDS. HIV geïnfecteerd. Ja. En, maar nu is er van alles voor jou aan het veranderen, hè? Daar was ik al een beetje mee bezig. Ik heb een AIDS-test gedaan begin 1989. Toen kreeg ik een heel leuk Valentijns cadeautje. Op Valentijnsdag dus de uitslag. Dan denk je van nou, ik ga heel ziek worden, ik ga dood. Februari, ik woon in Den Haag. In Den Haag. Het voorhout, allemaal kale bomen. Dus je ziet het geen lente meer worden. Mensen kijken naar je van, oh, ze kunnen het al zien, maar ja, loopt iemand zwaar depressief over straat, trekt de aandacht. Ja. Maar, het is nu inmiddels een hele tijd later en je leeft gelukkig nog. Je ziet er ook gezond uit. Dankjewel. Heb je ook helemaal vertrouwen in de combinatietheorie? Ja, ik ben daar nog maar kort geleden mee begonnen. Het is natuurlijk vanaf juli al door de wet geaccepteerd dat die combinatietherapieën mogelijk zijn. Alleen ik heb heel lang geen medicijnen genomen. Ik ga wel iedere dag met mijn hond een half uurtje fietsen door weer en wind. En dat is jouw goede voornemen voor dit jaar? Nou, ik wil het nou eigenlijk zo zien van met die nieuwe therapie. Hè, dan is het voor een hoop mensen niet voor iedereen, helaas. Maar ik wil het zo gezien, ik ben niet meer ongeneeslijk ziek. Ik ben chronisch ziek, maar ik blijf wel ongeneeslijk optimistisch. Kijk, dat, wil ik voor dat is een mooi voornemen, hè? Ja.
Imka, ik ben helemaal blij dat je zit te lachen, want je hebt ook van alles meegemaakt dit jaar. Ja, kun je wel zeggen. Ja, maar je ziet er gelukkig weer helemaal vrolijk uit. Je hebt het wel even heel lastig gehad, hè? Ja, ik was toch wel lichtelijk aangeslagen, hoor. Daar ben ik heel eerlijk over, ja. En dat wil zeggen dat je ook behoorlijk in de put zat? Ja, ik heb mij echt in het werk gestort en... Ik ben als een gek tekeer gegaan op de bühne en dat verzoet veel. Ja. Daar kun je je geest in verzetten en ik ben gaan schrijven. En dus echt getracht om met het werken het verdriet te vergeten. Talent voor leven schreef je en ik las daarin dat je probeert op je intuïtie te leven. Wat is dan jouw nieuwe voornemen? Nou, dat is een onderdeeltje hiervan. Ik heb gezegd dat, intelligentiequotient fantastisch is... maar dat emotiequotient net zo belangrijk is. En emotie heeft ook met intuïtie te maken. Je zelfbeeld van jezelf, hè, daar kun je ook iets aan veranderen... als dat op een gegeven moment stuk loopt. Daar kun je wat aan doen. Door jezelf door een ander kokertje te gaan beschouwen. Dat moet je wel willen natuurlijk. Hè? Ja. En wat dan mijn voornemens zijn voor het volgend jaar. Ja, het is natuurlijk een magisch moment. Hè? Zo'n oud en nieuw, dat zijn magische weken. En je wilt allemaal wel een soort doel stellen. Maar ik ben eigenlijk de mening toegedaan dat als je echt iets wilt veranderen. Waar je zelf bij gebaat bent, waar je je beter bij voelt. Dan moet je dat ter plekke doen. Op het moment en genieten van elke dag. Leef nu, leef op dit moment. En dus niet alleen met oud en nieuw goede voornemens maken. Marit, jij gaat een goed nieuwskrant beginnen. Hoeveel mensen denk je dat die goed nieuwskrant gaan kopen? Nou, ik hoop heel Nederland. Ja, maar we willen beginnen met 250.000 kranten wekelijks uit te brengen. Ja. Via heel Nederland. En het doel van de krant is om mensen in zichzelf te laten geloven. Initiatief te leren nemen voor zichzelf. En, volgens mij zit er al een columniste naast je, of niet? Ja, ik heb al heel wat mensen gerondeld. Ja. Ja. Nee, zeker. Ja. En dan, die wordt dan huis aan huis verspreid? Of hoe gaat dat dan? Of dan die je kunt lid worden en je kunt het bij de kiosk krijgen. Ja. Ja. En jij zit in de redactie? Ook mede. Het is een groep jonge mensen met een beetje idealisme. En die hopen dat ze goed nieuws kunnen brengen. En niet alleen maar de negativiteit aan moeten horen van tegenwoordig. Ja. Nou, jullie blijven allemaal bij ons. Dus we kunnen straks nog veel meer aan jullie vragen. Ik ga nu even naar Piet. Want Piet, je bent 65 geworden. 64. Of 64, maar je wordt 65. Dit jaar, ja, in november. Dus tijd om met pensioen te gaan, hè? Ja, krijg ik AOW. Ja, maar wat ga je doen? Nou, ik wil graag... een beetje professionale zanger worden. Ja. Omdat ik, laat maar zeggen, ik zit nu veel in talentenjachten. Daar moet ik allemaal naartoe reizen en je moet je slokjes kopen en al die dergelijke. En dat is een hele dure hobby. Ja, maar je wordt wel veel gevraagd, hè? Ik word veel gevraagd. En hoe komt het nou dat het pas zo laat zo is? Waarom ben je niet veel eerder aan een zangcarrière? Ik dorst eigenlijk niet te zingen. En ik was 30 jaar geleden was ik afgewezen. Door mevrouw Ochterop, die wou me wel in het operakoor hebben. Maar ze zegt, om zanger te worden, dan moet je dit en dan moet je dat. Afijn, ik kreeg zoveel huiswerk mee. Ik denk, mensen, kinderen... De moed zakte je in de schoenen. Wat, ja. Zeg Piet, zou je durven zingen voor ons hier? Jawel, ik durf wel te zingen. Imka leidt met je mee, want Imka denkt, ik weet niet of ik dat wel zou durven. Ja. Moet ik nu gaan? Ja, je is moedig. Ja, ja, is heel moedig. En applaus. Applaus. Ja. Ja, en dan zing ik voor u Strangers in the Night. Dat is een heel bekende song van Sinatra, hè? Ja. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love? Before the night was through, something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, yeah. Two lonely people, we were strangers in the night. Now. Dapper hoor, maar straks gaan we nog veel meer vertellen over Oudejaarsavond. Want ja, u wil natuurlijk ook weten, waar komen al die gebruiken nou eigenlijk vandaan? Tot zo. Ja.
last van een opgeblazen gevoel? Neem dan Renideflatine. Want Renideflatine zorgt ervoor dat het teveel aan lucht op een prettige en gecontroleerde manier verdwijnt. Je bent snel dat vervelende gevoel weer kwijt. Nieuw Renideflatine. Probeer het ook. Het helpt. In Flying Doctors raakten we vertrouwd met het leven van Australische medici. En nu zijn de brandbestrijders aan de beurt. RTL4 presenteert een nieuwe serie. We've got 60 seconds to answer a call. I'm just here to do my job. Fire. Well, you're inside a fire, Morgan. It's like being in the heart of a living, breathing beast. In de eerste aflevering is er meteen een pyromaan aan de gang. I think it's a fireman who's lighting the fire. De dader is een van hen. He knew. Now he's a killer. Nieuw op 4. Fire. Donderdagavond, 10 uur. Voor de reclame hadden we het over goede voornemens die iedereen elk jaar weer heeft. Maar waar komen toch al die gebruikers als oliebollen, champagne en vuurwerk vandaan? Ik ga zo dadelijk naar Ineke Strauken, maar ik bedenk me dat hier vooraan mevrouw De Groot zit. En die had ook nog een voornemen, hè? Ja, ik wou graag een kind van foster parents meteen adopteren. Maar het is te duur voor mij alleen, dus ik zoek 9 mensen die dat met mij samen willen doen. En dan wordt het per persoon 4,65 gulden. En die kunnen u schrijven of zo? Ja, die kunnen mij schrijven. Als een postzegel bijsluit, dan krijgen ze altijd antwoord. Ja, heb je het financieel nogal moeilijk? Nou ja, het is niet ruim, maar het is te duur in ieder geval om het voor mij alleen te doen. Ja. Dus misschien dat andere bijstandsmoeders zijn die... Maar ik denk ervan, als je het financieel niet zo ruim hebt, kom je dan niet in de verleiding om het geld gewoon voor jezelf te besteden? Ja, dat is een keuze die je maakt. En jij een beetje en een ander een beetje. Ja, nou, heel mooi voornemen. Nou, wie weet zijn er 9... anderen die haar willen helpen. Ineke, traditioneel oudejaarsgerecht, hè, een oliebol? Ja, ja. En in ieder geval een wintergerecht. Want dit is de koudste tijd van het jaar, donkerste ook. En dan moet je flink kunnen eten, want dan blijf je warm. En bovendien, het sleept je ook door de winter heen. Ja, nou hebben ze bijvoorbeeld in het noorden hebben ze nieuwjaarsrolletjes. Waar komt dat dan weer vandaan? Kniepertjes. Ja, die zijn ook heel oud, ja. Ja. En die kniepertjes werden dan met nieuwjaar om een pollepel heen gedraaid. En dan blies je het oude jaar eruit. Oh, dat ja. Heeft een symboliek dus. Ja. En die oliebollen, dat is ook een oud recept. Dat is ook makkelijk te maken. En dan kon je dingen in gebruiken die geconserveerd waren. Bijvoorbeeld appeltjes, gedroogde appeltjes, rozijnen en krenten. Maar ook sucade, dat is geconfijt voedsel. En dat blijft goed in de winter. Dus dan, en dan gebakken in lijnzaadolie. Nou, dat is natuurlijk lekker calorieën. Dat staat in je maag. Ja, zeker. Ja. Hey, en waar komt het vuurwerk vandaan? Het vuurwerk is niet zo oud. Het is, tenminste, het is wel oud, maar het is sinds eigenlijk begin van deze eeuw in Nederland. Het komt mee met de Indiëgangers. Maar wat wij vroeger deden was, als we een kanonnetje hadden, dan schoten we een kanonnetje af. En anders een geweer. Maar heel populair was gewoon buskruid onder een melkbus. Nou, en dat maakt me een lawaai. Ja, ja. En dat is heel spannend. Fantastisch. Hè? Maar in China bijvoorbeeld doen ze vuurwerk afsteken om de geesten te verdrijven. Hè? Ja. Zit dat er oorspronkelijk bij ons ook een beetje achter? Zo, ja, van de oude geesten moeten weg? Ik ben er altijd voorzichtig mee om dat te zeggen. Maar tussen 21 december en 6 januari komen alle zielen van overledenen zouden weer hier op aarde komen. Ja, en dat is natuurlijk een heel enge tijd. En dan kun je van alles bij je voorstellen. Dus we maken heel veel lawaai. Ik zie Imka zo ja knikken. Ja, steek je ook vuurwerk af? Nou, nee, maar in de oude Edda, in de verhalen van de Noorse mythologie, daar worden wel degelijk door middel van veel lawaai en kloppen op bomen en lawaai maken, worden dus de geesten die terug willen keren naar de aarde, worden weer verjaagd naar de plek waar ze horen. Ja. Dus moet even weer weg. Ja. Dus Harry, die is secretaris van de Nederlandse Vuurwerkfederatie, die heeft absoluut geen last van kwade geesten. Weinig. Ja, want die zijn allemaal verjaagd natuurlijk. Bestaat er nou eigenlijk veilig vuurwerk, Harry? In principe is alle vuurwerk wat legaal verkocht wordt, is veilig vuurwerk als je het gebruikt zoals het hoort te gebruiken. Ja, maar er zijn vorig jaar wel 800 ongelukken gebeurd. Hè? Jawel, maar u moet dan eerst kijken met wat voor soort vuurwerk is dat gebeurd. Is dat nou met illegaal of met legaal? En als je dan hoort dat er nog nooit zoveel illegaal vuurwerk is binnengekomen als vorig jaar,
dan moet je daar je hand bij vasthouden. Ja. En als u gisteren de krant gelezen heeft, dan schrijven de Belgen openlijk: bij ons kan je veel groter en veel gevaarlijker vuur kopen dan in Nederland. Dus ik denk dat het dan tijd wordt dat je naar Europese regelgeving komt en niet de grenzen openzet om verkeerde dingen te halen. Ja, Gabi Dame is bij ons. Gabi, jij hebt mij een brief geschreven. En ik kan me nog herinneren. Nou nee, vertel eerst maar waarom je die brief hebt geschreven. Ik wil andere mensen waarschuwen om te voorkomen wat mijn vriend is gebeurd afgelopen oud en nieuw. Kun je vertellen wat er gebeurt? Hij heeft vuurwerk vanuit België is dat gekocht. Dat hebben ze afgestoken en dat ging niet af. Daar hebben ze een tijdje op staan wachten. En hij is teruggelopen. Hij is voorovergebogen. Hij heeft het helaas niet nog een keer aan kunnen steken. Maar het is ontploft als een bom. En hij is overleden. Ik herinner me nog dat dat in de krant stond vorig jaar. En dat er toen onmiddellijk allerlei reacties kwamen. Want dat vuurwerk van jouw vriend kwam ook uit België. Ja, dat inderdaad. Maar als ik dan daar kijk en ik zie vuurwerk staan, dat een slag kleiner is als dat wat mijn vriend gedood heeft, dan heb ik echt zoiets van, nou, kinderen kan dat ook overkomen. En die overleven dat echt niet. En het ging bij jouw vriend ook om siervuurwerk, ja. Hè? Want iedereen denkt altijd, ja, alleen die grote kanonnen, dat is natuurlijk gevaarlijk. Maar ook dat siervuurwerk, als het dus illegaal is en als het niet gecontroleerd is, is het gewoon, nou, dodelijk. Dat, ja. Dat blijkt dan nou dus wel. Ja, maar je hoort ook van heel veel mensen dat vuurwerk ontploft op de grond. En terwijl ze het één keer hebben aangestoken, en dat gaat ook om vuurwerk, gewoon vanuit Nederland. En als je dan ziet hoe kinderen aan het experimenteren zijn, 12, 13 jaar, is gewoon afschuwelijk. Dan is het tot nu toe nog altijd goed gegaan. We waarschuwen elk jaar ervoor, hè? Ik geloof zelfs dat je me schreef dat je in de 5 uur, zo zat er toen nog een onderwerp van iemand met een glazen oog. Ja, klopt. En mijn vriend die kwam op dat moment binnen en ik ben zelf heel bang voor vuurwerk. En ik waarschuwde hem van, kijk, dat is de jongen overkomen. En zijn antwoord was van, joh, ik weet heus wel wat ik doe, ik ben niet gek. En zo redeneren heel veel jongeren. Echt heel veel. Hoe oud was je vriend? 28. Vreselijk, hè? En kun jij nou nog wel leuk oud en nieuw vieren? Dat kan nee. Haast niet meer, hè? Nee, voor mij wordt het een hel. Ja, Harry, kun je dat voorstellen dat zij die angst heeft? Ja, ik kan het levendig voorstellen. Alleen, ja, als je vuurwerk in België koopt en je koopt dan een mortier, en zo'n ding heeft een langere lontontbrandingstijd, en je gaat met je hoofd boven zo'n mortier, die komt wel met 300 km per uur uit. En dat is dan toch heel vervelend, hè? Ja. Ja. Als je dat vuurwerk daar ziet en je ziet dat kinderen gewoon aan het experimenteren zijn met vuurwerk. En je gaat dan, het is een slag kleiner als dat wat mijn vriend gedood heeft. Dan zeg ik van, dan een kinderhoofd houdt het ook niet. Absoluut niet. Nee, ik denk dat je dit vuurwerk niet kunt vergelijken met het vuurwerk uit België. In dit vuurwerk, als het alleen maar lichtgevend effect is, zit er nooit meer in dan 100 gram kruid. En daar kun je hooguit een brandplek van krijgen, maar daar ga je niet van dood. Als je ziet met wat voor kracht dat dan ook is. Ja, maar dan heb je het niet meer over vuurwerk. Kijk, als je al die dingen in een plastic zakje doet en je gaat experimenteren, dan houdt het verhaal op. Maar ik denk dat je daar bij de ouders moet zijn. Die moeten dat de kinderen leren. Want daar is het vuurwerk natuurlijk niet voor. Nee, het lijkt me duidelijk dat je kinderen, kleine kinderen, niet alleen met vuurwerk moet laten spelen. En dat je de gebruiksaanwijzing goed moet lezen. En gewoon niet dat soort risico's moet nemen dat je illegaal vuurwerk koopt. Hè. Dat lijkt me toch het minste wat we kunnen zeggen. Ja, dat is inderdaad het minste. Maar als ik dan zie dat kinderen van 12, 13 jaar gewoon zo aan het spelen zijn met vuurwerk vanuit hun slaapkamerraam. En ik heb daar gewoon heel veel last van. Omdat ik natuurlijk, dat is leuk. Het vrouwtje van die jongen die is omgekomen met vuurwerk. Dat gaat gewoon vanuit hun slaapkamerraam. Gaan ze vuurpijlen over me heen schieten, omdat dat leuk is. En de ouders zitten beneden televisie te kijken. En niemand doet daar wat aan. Dat is echt, ik vind dat gewoon afschuwelijk. Kinderen zijn zo dom met vuurwerk. Ze weten gewoon niet wat ze doen. Ze weten niet wat hun kan overkomen. En ze staan er niet bij stil. En bijna geen één ouder doet er wat aan. Nou, ik vind dat heel goed dat je dat zegt. Want dan zijn alle ouders tenminste gewaarschuwd. Hè? En dan weten ze in elk geval dat als er dan wat gebeurt, dat het mede hun schuld is. Ja, zeker. Ja. Goed. Nou, ik hoop, dat is leuk dat jullie daarvoor applaudisseren. Otto, jij zit er nu weliswaar in een zwart pak, maar toch voor een veel vrolijker onderwerp. Want jij houdt je bezig met de champagne. Dat brengt mij trouwens op het idee, Harry.
dat ik denk dat we ook tegen mensen moeten zeggen dat ze vooral als ze veel van die champagne op hebben niet meer aan vuurwerk moeten beginnen. Hè? Of eerst vuurwerk doen en dan de champagne. Dat ja, precies. Idee. Ja, dat is beter. Want daar gebeuren natuurlijk ook heel veel ongelukken door. Ja. Hè? Doordat mensen een beetje aangeschoten niet meer goed de lont kunnen vinden. Otto. Champagne is natuurlijk altijd het hoogtepunt van de avond op oudejaarsavond. Zeg jij nou van, ik drink het alleen op oudejaarsavond? Nee, zeker niet. Helaas hebben we in Nederland twee pieken. Dat is in mei met de examens en op oudejaarsavond. En ik hoor net haar verhaal over België. En het is natuurlijk heel erg triest dat daar dat vuurwerk gekocht kan worden. Maar om een voorbeeld te geven over champagnegebruik in België. Ik ben toevallig gisteren daar geweest. En dan kom je gewoon op een doordeweekse dag. En mensen hebben daar champagne met lekker kopje koffie en een bonbon. Daar wordt champagne veel beter gebruikt. En in Frankrijk ook. Maar in Nederland wordt er altijd meteen gezegd veel te duur voor doordeweek. Ja, maar er is helemaal geen champagnecultuur in Nederland. En het is inderdaad te prijzig. Ja. Dat vind je zelf ook? Ik vind het zelf ook, ja. Ja. En dat hebben we niet altijd in de hand. Want in het gebied van de champagne, daar is een comité die elk jaar de champagneprijzen vaststelt. Ja. En er zit een stukje veel accijns op, wat we in Nederland erop doen. Normale fles wijn zit ongeveer 80 cent accijns. En op champagne maar liefst 2,75 gulden, omdat er dubbeltjes in zitten. Wordt er wel eens gezegd dat als je gaat proeven, dat je niet het verschil proeft tussen een champagne van 20 gulden en eentje van, ik noem wat, 300? Ja, dat geldt niet voor iedereen. Wij proeven dat wel degelijk. Want dat kan natuurlijk niet waar zijn. Dat zou wonderen zijn. Een hele dure champagne, dat proef je overduidelijk. Ja, nou, we zullen straks een proefje doen met iemand uit de zaal. Maar er zitten hier op de eerste rij drie maatjes van jou. Want jij hebt een band die heet De Bottles. Ja, dat komt omdat we bij ons in het proeflokaal oefenen met die drie mannen. En daarom zijn we op het idee gekomen om die band De Bottles te noemen. Want niet alleen champagne is lekker, maar in samengang met muziek is het nog veel lekkerder. Ja. En dat zijn mijn drie vrienden waar we nu een gelegenheids-CD mee hebben gemaakt. Deze ken ik helemaal niet. Ja, nee, onbegrijpelijk. Nee. Het is een heel onbekend gezicht. Dat is slecht nieuws, ja. Ja, maar deze meneer, misschien kun je even gaan staan, die werkte bij het GAK. En ben je hun alle drie tegengekomen toen ze om een uitkering kwamen? Nee, dat hadden ze wel gewild natuurlijk. Nee. Otto kwam ik toevallig tegen een keer in een muziekwinkel in Wilversum, waar we allebei wonen. En hij hoorde mij muziek maken en we hebben dat samen opgepakt. Ja. En dat vonden we leuk. Jullie gaan straks ook voor ons een stukje muziek spelen, maar nou ben ik zo ontzettend benieuwd. Want jij hebt een hele moeilijke naam en dan moet ik dus Aristarchus heet jij, hè? En waarmee zit jij nu op jouw schoot? Nou, ik zal even uitleggen, Katrien, het is Tjörek noemen ze dit. Dit wordt in Middellandse zeegebied, Griekenland, Turkije en ik ben zelf een Armeniër. Maar Aristarchus is wel mijn voornaam, maar ik ben van Armenië afkomstig. En dit doen wij met oud en nieuw. Wordt dit door de moeders gebakken. Het is een soort cake-achtige taart. En het leuke is, daar zit een muntje in. En dat wordt verdeeld. En degene die dat muntje treft in zijn plakje cake, zal ik maar zeggen, nou, die krijgt dan geluk het komende jaar. Ga je me aansnijden vandaag? Ja. Nou, terwijl jij dat doet, Edward, heb jij wel tijd om muziek te maken? Zal ik even gaan staan? Ja, dat lijkt me handig. Jij kijkt vaak naar onze show, kan ik meer. Ik sla er geen ene over. Ja, je moet tijd maken. In het vak wat ik doe komen we zoveel ellende tegen. Je hebt hier ook een paar verhalen gehoord. Dat moet je op een gegeven moment afreageren. En dat doe ik al zo'n 25 jaar de muziek achter het slagwerk. Ja. Nou, we zullen straks horen hoe jullie dat doen. Ik ben er heel benieuwd naar. Dat muntje, dat zegt iets over de toekomst van degene die dat in dat stukje taart krijgt. Maar na de mededeling praten we met Ria van der Laar. Zij is paragnoste. En zij gaat proberen te vertellen wat 1997 voor ons allemaal in petto heeft. Tot zo. Wilt u ook een keer naar Katrien? Dat kan. Bel 06-300-456 wanneer u een opname gratis wilt bijwonen. 06-300-456. Dus dat betekent dat jij nu zegt dat als dit op 31 december wordt uitgezonden, ja, dat Jeltsin dan dood is? Dat zeg ik dan ook, ja. Poeh! Ja. Mag ik er even iets aan toevoegen? Ik heb namelijk, wat er al gebeurd is bij Jeltsin, ja, dat is op het randje geweest.
Ik ben op zoek naar stellen die niet voor de tweede keer, maar zelfs voor de vierde of de vijfde keer getrouwd zijn. Hoe is jullie kijk op het huwelijk? Bel 06-300-456 of kijk op RTL Text pagina 234. Dus 1996 alweer voorbij. En we hebben het vandaag over oudejaarsavondtradities gehad en over goede voornemens. En het begint steeds gezelliger te worden vanwege de heerlijke flessen drank die open zijn gegaan. Maar we willen natuurlijk wel allemaal weten hoe 1997 eruit gaat zien. En daarom mag een paragnoste vandaag niet ontbreken. Ik wil eerst even die champagnetest nog doen. Wie van u zou wel eens eventjes die drie champagnes willen proeven? Oh, kijk, dat gaat wel heel snel, ja? Nou, kom maar naar voren dan. En ga maar eventjes... En dan moet Otto even vertellen hoe dat moet. Dat mag je eigenlijk niet doorslikken, hè? Toch? Ja, maar dat moet helaas hier wel, maar... Want we hebben geen spuugbak. Nou, okay. Maar een klein mondje, dat kan geen kwaad. Een klein mondje kan geen kwaad. Nou, ja. Moet je nog rijden? Nee, want ik heb nog twee mensen bij me die ook een rijbewijs hebben. Oh, okay. Mooi zo. Nou, hier staan drie soorten bubbelwater of champagne, of methode champenoise, zoals je het noemen wilt. Er zit één echte champagne tussen. Er zit één cremant tussen, dat is uit de Bourgogne. En daar zit eentje bij waar koolzuur toegevoegd is. Er zitten drie verschillende prijssegmenten. Er zit één fles tussen die kost 75. Er is een fles die kost 35. En er is één fles van 12,5. Nou, als jij nou eens even rustig proeft... Dan mag jij Otto, proeven. Jij mag ik lekker zal gaan me zitten. Niet meer bemoeien. Kleine nee. Smokjes nemen. Goed door je mond laten walsen. Ja. Dan kun je alles eruit halen. Otto, als jij gaat zitten, zij gaat proeven... dan ga ik intussen Ria van der Laar voorstellen... Want Ria was hier vorig jaar ook, herinneren jullie dat nog? Of niet meer? Nee, er was vorig jaar de oudejaarsuitzending. Toen heb je een heleboel dingen gezegd over de toekomst. En wat denk jij over 97? Wordt dat een goed jaar in het algemeen gezien? Ja, wat is een goed en wat is een slecht jaar, Katrien? Als het gaat om algemene informatie wat betreft gebeurtenissen die in en buiten Nederland plaatsvinden, dan zeg ik ja met gemixte gevoelens, fijne dingen, maar ook nare dingen. Dat is het leven. Ja. Zullen we eens even een paar dingen vragen? Want jullie hebben vast ook wel dingen die jullie willen weten. Een Elfstedentocht, komt die er dit jaar? Nee, dit jaar ook niet. Komt er niet. Nee. Gaat Willem-Alexander trouwen? Nee, nog lange na niet zelfs. Ja? Ja, ik ben hier met 50 mensen van school. Ja. En we zitten allemaal in eindexamenjaar. En ik wil vragen of we allemaal slagen dit jaar. Ja, maar als vanmiddag geen hebben, dan slagen ze nooit. Ik wil net zeggen, ja. Ja. Nee, kijk, het is natuurlijk heel logisch dat ik nu ga zeggen... niet alle 50, hè? Zolang je hier maar bent, dan... Wordt Ajax weer kampioen in 98? Goeie vraag. Daar heb ik geen informatie over doorgekregen. Dus ik kan niets van weten. We weten niks van Ajax, ja. Ik ben bezig met een andere woning. En ik wil nog wel eens weten of dat zal gaan slagen in het komende jaar. Ja, ik zit even te bedenken. Dit is natuurlijk wel een privé aangelegenheid. Maar het betreft hier een andere woning. Dus het ligt iets anders dan als u... te strikte privévragen zou stellen. Misschien, Ria, moet je even vertellen hoe jij werkt. Want snappen de mensen dat niet. En dat kan ik me ook best voorstellen. Kijk, ik word geleid door een gids. En deze gids, daar sta ik mentaal mee in contact. Zeg maar 48 uur per dag. Ja? Dus mentaal contact betekent dat ik kan nu gewoon praten. Maar hij zegt gelijktijdig dingen tegen mij. Ik voel, ik zie, ik neem waar. Het is zo dat ik dingen waarneem, zie en voel... die je met de normale zintuigen iemand niet kan waarnemen. Dus we zien wel allemaal, ja. En we ruiken allemaal en we horen allemaal. Maar ik krijg dingen te zien, te horen en te voelen... die andere mensen niet op die manier zo doorkrijgen. Is er iets wat jij hebt gehoord waarvan je denkt... dat moet ik toch aan al deze mensen hier vertellen? Nou, ik vind het in zijn algemeenheid niet kwaad wat ik vertel... dat het asociale gedrag van mensen op de weg, van automobilisten... ook van vrachtwagenchauffeurs... zo dermate aan het negatief, in negatieve zin aan het toenemen is... omdat ik ook voel dat de mensen hun ontevredenheid... hun persoonlijke ontevredenheid, hun frustraties en hun agressiviteit... vaak op de weg uitleven. En ik heb gezien dat dat tot zeer...
gevaarlijke situaties kan leiden. Ja, waardoor andere mensen ook het slachtoffer worden. Het agressieve gedrag maar is aan toenemen. Maar dat vind ik dan niet specifiek voor 1997. Nee. Er komt absoluut geen wending. Alleen maar toename. Ik zou je zo graag iets willen vragen. Hoe zie jij het komende jaar de wereldvrede? Zullen er minder oorlogen komen? Zullen er bepaalde cruciale strijdpunten van het toneel verdwijnen? Ik begrijp heel goed de vraag. Het is zo dat Saddam Hussein, die gaat weer ellende veroorzaken. Dat ziet er nu nog eventjes helemaal niet zo naar uit, maar dat gaat weer beginnen. De situatie in Bosnië en Servië zal er ook absoluut niet beter om worden, door worden. Helemaal niet. Nee, ik kan wat dat betreft absoluut niet optimistisch zijn. De economie, de Nederlandse... Afrika. De hongersnood. Ja, nee. Oh, helaas niet. Oh, nee. Dat vind ik heel erg. Moeten we niet al te pessimistisch worden over wat je nu zegt? Want het is misschien een goed idee om even naar die uitzending van vorig jaar te gaan. Ja. Om te kijken wat je toen zei. Ja. Dus heb gehoord, gezien en gevoeld. Dat is dat er dus in Rusland een... dat Rusland zal in de rouw zal gaan terechtkomen vanwege een... ik moet het even heel netjes omschrijven, maar het ontvallen van een vrij belangrijk staatslid. Verder, wat ik ook heb doorgekregen is dat, ik weet niet of ik het zeggen mag, maar wat momenteel zeer actueel is, dat de Nederlandse vliegtuig met een bepaalde naam, ik weet niet, mag ik dat zeggen? Nee, zeg maar even niet. We weten wel. Dan denk ik wel dat dat gered wordt. Dat maak ik me helemaal geen zorgen over. Daar komt een prima oplossing voor. Oh, ja, kijk eens dus even. Dat blijft, absoluut. Goed, nou. Het ging toen over Fokker, want we noemden toen de naam niet omdat ik dacht, je mag geen reclame maken. Maar inmiddels heeft het niet zo erg veel zin meer om de naam te noemen, want je maakt er eigenlijk geen reclame meer voor. Maar is het niet zo goed afgelopen toch met Fokker? We zijn nog steeds bezig, hè. De zaak is nog helemaal niet definitief afgesloten. Ja. Nou. Nee, absoluut niet. Is absoluut niet het geval. En hoe is het dan met die Russische staat, hoor? Dat is Yeltsin geweest. En ik had dat erger voorzien dan dat het is. Maar... het is dan nu wel 31 december, ja. Het is dus vandaag Oudejaarsdag. Dus dat betekent dat jij nu zegt dat als dit op 31 december wordt uitgezonden... Ja. Dat Yeltsin dan dood is? Dat zeg ik dan ook, ja. Poeh. Ja. Mag ik er even iets aan toevoegen? Ik heb namelijk, wat er al gebeurd is bij Yeltsin, ja, dat is op het randje geweest. Men moet ook beseffen... dat een medium niet altijd echt altijd alles weet. Ja? Ik zie dit jaar niet Yeltsin overlijden. Maar ik hoor niet. Maar net zei je van wel. Ja. Nou kan ik het niet meer volgen. Nee, dat is de interpretatie van de mensen... dat me even de dingen in de mond worden geschoven. Dat wil ik dus even bij deze herstellen. Wat gebeurd is met Yeltsin, dat is net op het randje geweest... maar gelukkig tot gevolg niet de dood. En dit jaar dus ook niet? Dit jaar ook niet. Dat zie ik niet gebeuren. Oh, maar nou, ik hoor, volgens mij begreep ik net dat je zei van ja, het is nog geen 31 december en weet ik wat allemaal. Nou ja, ik hoor ontzettend veel dingen over oorlogen en ziektes. Heb je ook iets positiefs in 37 te melden wat er gaat gebeuren? Kijk, u stelt nu die vraag en ik kan geen zomaar iets uit mijn toverhoed gaan toveren. Het is altijd wel negatief. Ziek, oorlog en Saddam Hussein. Ik denk dat er ook wel iets positiefs gaat gebeuren. Ja, er gaat zeker inderdaad iets positiefs gebeuren. Dat heeft met het Koninklijk Huis te maken. Oh, toch? Ja. En wat gaat er dan... Moet ik een glas champagne inslaan? Ik drink het alleen niet. En hoe gaat het met het kabinet? Want het kabinet blijft gehandhaafd. Nee, het kabinet Kok blijft gehandhaafd. Heb ik verleden jaar ook al gezegd. Meerdere zeiden van dat het kabinet Kok niet gehandhaafd zou blijven. Nee hoor, blijft gewoon wel met zijn ups en zijn downs. Ik hoor intussen heerlijke roze champagne stromen. Ik krijg er ontzettende zin in. We gaan er eventjes uit. De bottles die gaan zo klaarstaan om fijne muziek te maken. We hebben speciaal vuurwerk voor deze gelegenheid. Nou ja, kortom, Rita komt nog met de oliebollen. En u kunt nog vragen stellen aan Ria. Dus blijf nog even kijken. Tot zo. In onze kwekerij heeft mijn familie me elke dag nodig.
kan me niet voorstellen dat ik alleen om een blaasprobleem niet meer mee kan helpen. Mijn incontinentieadviseuse zei, neemt u toch een inlegger die echt droog houdt. Attent, met Dry Plus kern neemt het vocht snel op en houdt het vast. De test geeft aan, Attent blijft echt droog voor een comfortabel gevoel. De waterverftekening is nauwelijks veranderd. Mijn familie vertrouwt op mij en ik... Ik vertrouw op Attent. Overtuig uzelf. Bel voor een gratis proefpakket 060312. Laat u vanavond de keur knallen, dan doen wij dat ook. Vanaf 12 uur wensen vele RTL4-sterren u persoonlijk een heel gelukkig nieuwjaar. Bovendien ziet u de leukste televisiemomenten van 1996. Tot diep in de nacht houdt RTL 4 uur gezelschap met het allerbeste dat we het afgelopen jaar op de buis brachten. Knal aan de keuken met Ursul de Geer. Vanavond om 12 uur. Ach Jan, wat een nare hoest. Straks worden de kleintjes wakker. Geen zorg, hier. Fix Vapo-siroop, dat werkt meteen. Gewone hoestsiroop slik je zo door. Fix Vapo-siroop werkt direct verzachtend op de keel. Het werkt uren. Kunnen we weer rustig slapen. Fix Vapo-siroop werkt direct en urenlang tegen droge hoest. Nieuwsgierig? Kijk achter deze knop op uw afstandsbediening. Daar vindt u een wereld aan informatie. Ook het nieuws, elke dag, op RTL Text. Zuster Louise, wat heeft u met mijn habit gedaan? Hij is nog nooit zo schoon en zacht geweest. Ik heb hem gewassen met nieuwe Dash 2-in-1 moeder. Oh, alleen Dash? U durft afstand te doen van onze normale wasverzachter? Nee, nee, zijn handdoek nou, moeder. Helemaal schoon dankzij nieuwe Dash 2-in-1. En zalig zacht, omdat de wasverzachter er al in zit. Wat een luxe. Maar wat zal zuster Financiën zeggen? Moeder, met Dash besparen we de kosten van de aparte wasverzachter. Een geschenk uit de hemel. Zuster Louise, ik bewonder uw lef. Ontdek ook de nieuwe Dash 2-in-1 en bespaar de kosten van een aparte wasverzachter. Durf het aan met Dash. Is niet te geloven, ik schaam me rot. Hoezo? Mam, een jongen uitnodigen die ik net ken. Waarom moet je me nou voor schut zetten? Komt wel goed. Trouwens, hoezo voor schut? Dit alleen al. Kaasresten. Ja. Een afwasmachine laat me wel eens in de steek. Niet met het goede poeder. Verniel de Dreft met de restverwijderaar laat je niet in de steek. Waar sommige afwasmiddelen zetmeelresten achterlaten en andere kaasresten, verwijdert alleen Drefts in één keer. Mooi bestek. Hoort ook bij de uitzet. Au! Verniel de Dreft met restverwijderaar laat je niet in de steek. Dreft, want de hele vaat moet glashelder zijn. Dat zit voor wat duit, hoor. Kijkt u er even naar. Carlo zelf, die tegenwoordig bij RTL 4 bijna alle programma's presenteert, is de gastheer van Sterrengeheimen. Even, en het publiek ook? Van mij? Ja? Ja, ik denk het wel. En met deze drie heren is het meteen een bende. Oh, dan had je zien bij ons. Het genadeloze oordeel over drie GTST'ers. U heeft gestemd. Was het een moeilijke keuze? Carlo Boszart wordt op handen gedragen. In Sterrengeheimen. Volgende week dinsdag om 9:30 bij RTL 4. Net vergeten, hè? Heel pijnlijk dit. Welke shampoo durfde de uitdaging met lezeressen van Elle aan? Gezond, glanzend haar binnen 14 dagen? Pantene Pro-V. Het gebeurde niet meteen, maar het gebeurde. Ook bij hen. Pantene Pro-V. Ook aangeraden door lezeressen van Elle. Natte handen na het snuiten? Waarvoor alles voor kou ben. Dat is met slechte kwaliteit. Dat is toch vies? Nee, dat zou ik niet in hand geven, nee. Nieuwe Tempo heeft versterkte randjes die alle laagjes nu nog beter bij elkaar houden. Zelfs als ze nat zijn. Dus droge handen met Tempo. Nou, het scheelt echt, ja. Je gelooft het niet. Ik geloof het niet. Op Tempo kun je vertrouwen. Je kan iedereen een hand geven. Maar gewoon even kijken of het er niet doorheen kwam. En dat ging echt heel goed. Vertrouw op Tempo. Snuitvast en zacht voor de neus. Ik kan erop vertrouwen. Je kunt mij ook vertrouwen. Champagnefontein.
Laatste dag van het jaar heeft altijd iets magisch en iets feestelijks. We sluiten het oude jaar af en we beginnen vol goede moed aan het nieuwe jaar. Maar we zijn natuurlijk ook heel nieuwsgierig hoe 1997 eruit gaat zien. Daarom gaan we dadelijk nog vragen stellen aan Ria van der Laar. Maar ik ga ze eerst naar Otto Lensling, want ik ben helemaal vergeten die mevrouw die de champagne geproefd heeft, hoe zij dat gedaan heeft. Hoe ging dat, Otto? Nou, het is een geweldige proefster. Die kan zo in alle beroepspanels meedoen. Want ze heeft als beste de champagne eruit gehaald. Als tweede de crémant. En als derde heeft ze de koolzuurtoevoeging eruit gehaald. Dus een heel groot compliment, mevrouw. Oh. Want ik moet zeggen. Want wijnproeven is heel erg moeilijk. Wij als professionals hebben daar heel veel moeite mee om de goede dingen eruit te halen. Maar champagne is dubbel zo moeilijk, omdat daar de bubbeltjes in zitten. Ja. Dus je smaakpapillen die krijgen een extra trilling. Dus groot compliment. Maar volgens mij moet je heel veel drinken, wil je dat kunnen, of niet? Nee hoor. Nee, zoveel drink ik echt niet. Maar hoe kwam het dan dat je het allemaal wist toeval? Okay. Nee, ik zag het aan de glazen, aan de kleur. Dat moet ik heel eerlijkheidshalve zeggen. Ja, nou, de kleur, dat is bijna verschil in. Maar dat kan misschien door die lichten komen hier. De goedkoopste zag je veel meer bubbeltjes in. En die was veel lichter van kleur. Ja. En dan herken je eigenlijk al het goedkope eraan. Kijk eens goed, wat ik in ze zeg. Ja. Oh, alsjeblieft. Van harte gefeliciteerd. Voor de feestdagen. Geweldig. Oké, okay, nogmaals bedankt. Okay. Er waren heel veel vragen voor Ria. Waar zijn ze gebleven inmiddels? Wie had die vragen? Ja, jij? Ik wil graag antwoord op mijn vraag. Vraag, ja. Ik kan u wel zeggen, u bent al een tijdje mee bezig, hè? Ja, dat klopt. Dat heb ik net doorgekregen. En het is zo dat pas tegen het eind van het volgend jaar, dat er een verhuizing zal plaatsvinden. Er zal eerst nog wat aardig wat moeite gedaan moeten worden. Heen en weer gedoe, praten, papieren toestanden. Maar de tweede helft van het volgend jaar. Oké, bedankt. Graag gedaan. Wie hebben er nog meer vragen? Ja, u? Ja? Mevrouw heeft me horen zingen, ziet ze nog een lichtpuntje voor me. Nou, wij wel hoor, Piet. Zal ik eens hierop antwoord geven? Ik zie één groot lichtpunt bij u, want ik vind u een ontzettend lekker gezellig karakter hebben. Dat is voor mij een lichtpunt om dat te zien. Nou, dat klinkt in elk geval goed. Wie hadden er nog meer vragen? Ja, jij. Ja. Wij verliezen altijd met de handbal. En ja. Of daar nu wat verandering in komt, want... Ja. Je bent zat. Ja. We verliezen altijd. Ja, dat is natuurlijk niet leuk, hè? Dat je wil winnen. Hè? Nou, ja. Ja, laat ik het zo tegen je zeggen. Ik kan daar niet een antwoord op geven. In die zin van, jullie gaan nu ineens steeds veel meer winnen. Absoluut niet, nee. Jawel. Zeker wel, maar nou, twee keer. Ja? Zullen onze dijken het houden vol? Wacht even, ho. Jongens, want anders kunnen jullie de vraag niet verstaan, ja? Zullen onze dijken het houden vol? Oh ja, absoluut. Ja hoor, ja. Nou, er zullen ook wat dat betreft geen rampen of zo plaatsvinden volgend jaar. Nee? Nee. Nou. Geen wateroverlast, niet al van dat soort dingen. Nog één vraag? Ja, ik ben zeer benieuwd of ik nou na 8 jaar ongeneeslijk ziek zijn en in het web van de wet gevangen te zitten met WHO, in de WHO, uit de WHO, half WHO, bijstand, WW, bijstand. Ja, nu ik begrijp is het gewoon WHO, IOAW bij elkaar is ook weer niet goed. Maar wat is je vraag aan Ria? Of ik dus nog een keer ooit, omdat ik nu niet meer ongeneeslijk ziek ben voor mezelf, of ik dan nog ook eens niet van een uitkering hoef te leven, maar dat daar een salaris aan vast gaat zitten. Ja. Dat zou wel heerlijk zijn, hè? Ria, wat denk je? Nou, ik wil meneer ook heel graag na de uitzending hierover spreken. Ik krijg iets door voor meneer wat inderdaad een belangrijke rol zal gaan spelen. Wat werk betreft ook betalend. Nog niet direct. Maar ik zal u daarvoor ook in de nodige contacten brengen met personen die ik net heb doorgekregen. Die daar u bij te hulp zullen zijn. Nou, goed. We zijn heel benieuwd wat dat allemaal gaat opleveren in de komende jaar. Ria. Bedankt met je blik op de toekomst. Otto, jij gaat dadelijk iets spelen. Wat ga je spelen met je bottles? Lieve Catherine, je weet dat ik elke dag goede voornemens heb. En dat hoeft niet alleen op een dag als vandaag, op 31 december. Maar ik heb toch nog iets extra's voor het komende jaar. Dat in ieder heeft vrienden nodig. En ik denk dat dat een hele goede impuls is voor het komende jaar.
Vandaar dat we zingen This Little Help for My Friends. Goed. Nou, en voordat jullie beginnen, wou ik even tegen iedereen thuis zeggen, of u nou alleen zit of met z'n allen, maakt niet uit. Maak er een heerlijk 1997 van. Ik hoop dat u ongelooflijk veel geluk zult hebben, dat u vooral gezond zult zijn. Dat wens ik u thuis allemaal toe, dat wens ik u hier allemaal toe, dat wens ik de ploeg toe. En dat wens ik de collega's van de 5 uur show natuurlijk toe, die het hele jaar zo trouw achter ons zitten. En we horen eigenlijk een beetje bij elkaar. En ik ga u zo dadelijk laten zien, want ik ga weer naar buiten, naar die oliebollenkraam, terwijl jullie daar lekker aan het spelen zijn. En dan zult u al mijn collega's zien die dit programma maken. Niet de technici, want die staan natuurlijk nog achter de camera's. Die zijn net zo belangrijk. Maar de mensen die redactioneel het programma altijd voorbereiden. En u zult verbaasd zijn over hoeveel dat er zijn. En die rode met die krullen, dat is Annemiek. En die heeft samen met mij 289 keer hier op de vloer gestaan. Dus die moet u goed in de gaten houden. Het allerbeste voor het nieuwe jaar voor u allemaal. En bedankt voor het kijken. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. And I'll try not to sing out of tune.